Op ons productiekantoor is Jesser uitgenodigd om te komen praten over een nieuw televisieprogramma. Lekker op tijd weer, Jess. Deze auto, zijn witte trots, heeft hij nog maar 2 maanden in bezit. En hij poetst hem elke dag. Zijn manager ontvangt hem op een speciaal voor hem vrijgehouden parkeerplaats. Ja, hij is mooi. En terwijl er binnen zwaar wordt vergaderd, plegen wij buiten onze beruchte wisseltruc. En zetten een identieke auto op de parkeerplaats. U ziet, aan elk detail wordt gedacht. Dan zetten wij een clubje schattige kabouters aan het werk. Zij zullen om geld in te zamelen voor een clubhuis auto's gaan wassen. Met een lekker vers emmertje water en een paar meedogenloze pannensponsjes storten zij zich op het aloude heitje voor een karweitje. Geen vlekje of laklaag is veilig. Jesser is klaar met vergaderen. En dan ontdekt hij... Hoi. Oh, sorry. Dat wisten wij niet. Ik wou het dak was, want anders kon ik er niet bij. Ja, mijn lieve, dan had je me toch kunnen vragen van mag ik je auto... Kijk, als jullie volwassen waren, was ik nu echt heel boos geworden. Dat ik echt zeg, kijk dan, ik heb nu een idee. Wat zijn dit nou? Werken deze meisjes voor je? Ja, wij zijn van de scouting. Ha, de hopman! Nee, ik ben van de scouting. Wat is dat, joh? Wat is dat, man? Ze zijn erop gaan staan en de hele auto is nu gewoon... Zijn jullie op die auto gaan staan? Ja. Dat is niet zo slim, hè? Dak was er. Ja, hij is ook zo hoog natuurlijk, die auto. Kijk, zo'n auto daar kun je zo bij, maar die is gewoon veel te hoog, die auto. Ja, ga jij nou van mij bepalen wat voor auto ik moet halen? Je hoort gewoon op geen enkele auto te staan. Dat is toch wel achterlijk? Ze moeten toch die auto goed wassen? Dat is de opdracht die ik ze gegeven heb. Dus zij, okay, zij proberen nou, het goed nou te doen. Oké, nou zit jij in de problemen, want nou is mijn auto gewoon helemaal naar de weet ik veel weg. Jij is in de problemen, joh. Dus het is jouw auto, Jij zet hem toch hier neer? Dit is openbare weg. Die meiden doen gewoon hun werk. Ben je voor de rest 100% of wat helemaal, ben jij 100%? Ik ben meer dan 100%. Ik ga niet op mensen hun auto staan. Volgens mij is het ook wel uit de deuken, hoor. Het is niet zo... En ze ruitenwissen bijvoorbeeld. Kijk, volgens mij kunnen we dat wel... Wat hebben jullie toch onhandig gerotzooid, jongens? Kijk, maar die krijgen wel recht gebogen, zie je dat? Die krijgen wel recht gebogen. En Ja, het is alleen de klep maar, hè. Dat scheelt natuurlijk. Dus... Oh, het spiegeltje zie ik ook. Het spiegeltje is ook kapot. Maar hoe gaan we het oplossen? Ik moet gewoon eens even kijken of wij daarvoor verzekerd zijn, maar ik ben bang dat niet zo is. Ja. Wij hebben die auto van jou gewassen. Ga jullie maar even weg. En dan krijgen we... Ben jij trouwens die zanger van televisie? Luister, het is... Ben je die rapper? Luister, het is dat die meisjes nu weg zijn, maar je bent gewoon een achterlijke maloot. Je gaat toch niet kleine meisjes om achterlaten? Oh ja? Ben ik een achterlijke maloot? Je bent gewoon een achterlijke debiel. Weet je wat wij doen? Wij offeren onze vakantie op om geld in te zamelen voor het clubhuis. Dat doen wij. Je brengt nou je hele clubhuis in problemen, want je hebt mijn hele auto gehad. Ah joh, dat is een paar tientjes, man. Dat is zo opgelost. Dat stelt er niet zoveel voor. Kijk, hup. Stelt allemaal niks voor. Maar ben je nou die jongen van televisie? Van die kleuterrap dingetjes, K3. Ja, we gaan nou ook niet lopen disrespect en weet ik veel wat. We gaan dit nu gewoon oplossen, klaar. Ik bel de politie en moet je afvatten. We gaan meteen agressief worden. Nou ja, je moet aan kunnen tonen dat dit door die meisjes gebeurd is. Wij doen gewoon ons werk. Mogen ze even met jou op de foto trouwens? Hé, meiden, kom even. Ga even een foto maken met deze meneer. Jesse Rossi. Ik sta hier in Vlietberg. Ga maar even hier staan. In zal ik je even op de klep zetten? Kom maar. Ga staan. Jij ook? Ja. Kom maar. Dus jullie dan voorstaan? Zo. En jij tussenin, meneer de rapper? Dames, we gaan straks op de foto. Kan je alsjeblieft niet op mijn hand? Nee, nu eventjes. Kom, kom. Maar wij willen nu op de foto. Ja. Nee, strakjes, ja? Ik zit nu, ik ben niet zo blij. Nee, kom even. Lekker shot op, man. Zie je, wij hebben echt een probleem. Wij hebben geen subsidie meer. Hè. Het wordt allemaal, stopgezet. Denk je echt dat ik nu naar jou onzin ga luisteren terwijl jij gewoon mijn auto hier hebt laten? Nee, maar ik bied toch aan om jou te helpen. Ja, maar met wat ga je me helpen? Denk je bent toch geen monteur? Laten we nou gewoon eens proberen of we niet samen uit. Nee, laten we eerst dit regelen en dan luister ik naar. Het is allemaal vrij simpel spul. Gewoon ja, maar het helpt wel, kijk maar. Het helpt wel.
Wat ga jij doen als ik op jouw auto sta? Dat is helemaal niet aan de orde op dit moment. Ik wil even laten zien hoe dat gegaan is. Je hoeft mij niks te laten zien. Dat is toch al genoeg wat ik kan zien? Even rustig, ja. Even dimmen. Kom, kom, kom. Kom. Nee, wacht. Ja, dan ga je... Nee, laat dat kind er even op, joh. Dan kun je zien wat er gebeurd is. Je bent toch niet gek in je kop om die dame er gewoon hier erop te laten staan? Dit is gewoon blik. Kijk eens. Hier, hier, hier. Ver af alles, wat is dit voor onzin, man? Ik zal de politie wel eens even vertellen hoe dat hier naartoe gaat. Ga jij dit regelen? Ik ga dat niet regelen, doe ik helemaal niet. Nee, ik ga het niet regelen. Nee, ik ga het niet regelen. Nee, ik doe het echt niet. Nee. Nee. Hey. Homie. Leuke wagen. Knettergekke gast. Heb je ook zo'n gangsterbak als ik? Wat ben jij voor dom goeie? Wat is er met je kar gebeurd? Jezus, joh. Ja. Hey, homie. Hey, kijk eens, jong. Staat de camera. Zit er mijn naam op.